zeker ook vanuit het buiten gebeuren, van ja, wat staat er nou te gebeuren en hoe gaat dat nou? En, we horen maar niks, hè? Dat is natuurlijk de eerste twee dagen. Na intensieve bemiddelingen kwam op de vijfde dag het bevrijdende bericht. De directie ging overstag, NK Breda bleef open. Zingend kwamen de actievoerders naar buiten, immens opgelucht. Nee, na 25 jaar kijk je natuurlijk mild terug op zo'n periode. En ja, plaats je natuurlijk vandaag in de dag. Zeg je, ja, het is natuurlijk een heel andere tijd geweest. Oud-directeur De Boer kreeg een uitnodiging om vandaag naar de bijeenkomst te komen. Maar, zegt hij, daar hoor ik niet thuis. De bezetters van toen keken terug en discussieerden over de rol van de vakbeweging in de toekomst. Het verhaal van de eerste grote bedrijfsbezetting kreeg nog wel een staartje. In 1982 ging NK alsnog dicht. Maar dit keer was er wel een goed sociaal plan en was er voor de meeste werk bij de nieuwe huurders van de bedrijfspanden. En dan is weer mooi weer morgen, overwegend zonnig bij een temperatuur van 17.